Hallo allemaal, zijn we D&D Dialoog en we beginnen met The Wonders. En ja goed, dan ga je natuurlijk ruzie krijgen, met wie ga je beginnen? Dus we hebben gewoon één feestelijke week waar ik met alle wonders aan tafel gezeten heb. Lekker op afstand, maar vooral kennis maken met wie zijn die spelers nou eigenlijk? Ja, Bas is een uit Cookie, maar wie is Bas voor de rest? Dus ik zou zeggen, hierbij één van The Wonders, veel kijkplezier en tot snel. Goed. Hoi Bas. Hoi. ja, nou, we gaan dus bij D&D Loop ook langs alle wonders. Met vandaag jou. Jij. Wonder van het tweede of echt ook eerste uur? Tweede uur, als je dat zo zegt. Ja, maar, ja, de ene aflevering mis volgens mij. Toen vroeg Kevin je later pas volgens mij, toch? Ja, ik ben met de keer na de TPK ben ik erbij gekomen. Dus ik ben wel vanaf Wonders de eerste keer erbij. Vanaf Wonders Party 1. Ja. Toen iedereen de eerste groeipijnen overleefd had. In de tavern was het wel de eerste keer, ja. Ja, dat was ook meteen heftig begin trouwens. Ja, 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 ja. Goed, daar komt nog een meestelijke recap van. Dus dat wordt nog een hele interessante. Waar we echt alle Wonders stukken gaan uitlichten. Ja, te gek. Dat wordt echt waanzin. Maar goed, we kennen je in principe als Cookie. In character growth veel minder naïeve elf dan het in het begin was. En dat is echt genieten. Maar misschien even makkelijker. Wie is Bas de rest van de week? Ik ben Bas, ik ben 29. Ik ben inmiddels getrouwd met Charlie, oftewel Kira. Say what? Ik woon in Sittard. Ik heb een hondje. En ik geef les op middelbare school in Roermond. Ik geef Engels en ik geef muziek daar op de vrije schoolafdeling. Daar. Ja, dus inderdaad ook van onze crew. De derde van de professioneel muzikanten, wat je conservatorium gedaan hebt. Conservatorium eerst, ja. En daarna nog Engels, ja. Ja, erbij gepakt. En wij kennen elkaar. Ja, van D&D was eigenlijk een opnieuw ontmoeting. Ja. Want wij kennen elkaar van verre tijden vol veel krullen en vol baard. Ja, het was even terugschakelen, inderdaad. Ik wist ook niet meer waarvan. Maar jij wist het wel, dat het van kindervakantiewerk. Ja, kindervakantiewerk hier in echt. Dat was 70 uur heette het toen. Ik weet niet meer of het een schoolcommissie was of ook bij het team hoorde dat jaar dat wij elkaar leerden kennen. Ja, dat weet ik. Ik heb maar 1 jaar meegedaan. Volgens mij was het wel gewoon als deelnemer. Ja, met de dropping s'nachts en 70 uur slopen. Ja, precies. Ja, die klok die dan zo aftelde, die 70 uur lang. Ja. Ja, dat was super tof. Ja. Heel te gek. En alleen nog ik nooit heb geweten, maar ik persoonlijk wel echt denk van, hoe hebben we dat niet kunnen doen, is dat je vies goed Pokémon vanavond bent. Ja, echt vanaf het eerste uur. Altijd, niet zozeer de trading card game. Dat snap ik, die hebben we ook voor me overgeslagen. Ja, dat was dan meer op het schoolplein, maar het spel eigenlijk nooit echt gespeeld, nog steeds niet. Maar wel altijd sinds Pokémon Blue de spelletjes. Ja. Beste starter is? Charmander. Alles wel Bulbasaur vind ik prima. Ja, ja, dat is voor mij eigenlijk altijd wel grotendeels vuur geweest. Ja, ja, ik snap het wel. Laatste jaren. Zin ik wil. Fair. Ja. Zeg dat, ik heb echt op de Gold heb ik echt heel intensief gespeeld. En daarna werd het wel minder. Want ik toen dacht van, oké, met 340 Pokémon gaat het een beetje heftig. Ja. En vooral als je niet alle 3 de games hebt per seizoen. Ja. Maar goed, heel ander verhaal weer. Want jij bent bij D&D aangeschoven. We zijn toen, Jesse kwam toen een gegeven moment aan. Ik wil een keer het spel spelen. Ik zei, zoek me wat mensen. En hoe ben jij erbij gekomen? Op een gegeven moment ik heb je meegenomen. Mag dat? Zeg, is goed. Ja, via Kevin. Ik weet dat Kevin een keer erover had. En ik had zoiets van, oké, wat is het al? Ik kende het wel van naam. Verder niet, raar als dobbelstenen. En ik weet wel dat ik een keer bij hem was en dat ik zei, het lijkt me eigenlijk best wel tof om een keer mee te komen spelen. En toen was het net, een maand of zo voor de uiteindelijke TPK was. En toen daarna, weet nog dat ik mee zou gaan spelen, zat ik in de trein een of andere flowchart te bekijken. Welke klas bij jou hoorde, om maar iets te verzinnen. En maar een naam te verzinnen voor je character. En inmiddels is het al 1,5 jaar Cookie. Ja, precies. Ja, althans, ik had bijnaam. Even de weinige spelers zien bijnaam heeft in plaats van alleen met NPC's die wat die negerende namen krijgen. Ja, ja, klopt. Dus ja, zo eigenlijk. En ik weet nog dat ik heel erg dacht de eerste keer, oké, ik ga het gewoon proberen. Ik ben niet zozeer een beelddenker, dacht ik tenminste. En daarom dacht ik toen voor die eerste sessie van, ja, ik kan me voorstellen dat ik het te gek vind. Of ik kan me voorstellen dat ik na 2 uur denk, wat is dit, ik krijg het niet geregeld, ik trek het niet meer. Het was het eerste. Ja, dat durf ik wel inmiddels ook wel te zeggen. Ja. Ja, het is echt, ik ben zo blij dat ik daarmee kennis heb gemaakt. Het is echt, het heeft de laatste 1,5 jaar van mijn leven echt veranderd. Ik wil niet weten hoeveel uur
ik aan spelen, filmpjes, character DM'ing totaal heb zitten de laatste anderhalf jaar. Het is sowieso meer een Pokémon. Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik moet voor de zaak moet ik erbij ook administratie. Oh ja. Ik heb het wel van vorig jaar geweten en what damn. Ja, ja. Dat heb je niet gedacht, zou ik maar zeggen, als je daar gewoon op dinsdagavond even voor gaat zitten. Nee, dan ga je richting de honderden duizenden uren natuurlijk. Ja, zeker. In principe, ik denk toch zeker, toen we terugtellen, kwam ik rond de 28 uur per week uit aan D&D. Dat is echt veel. Toen ik ook met D&D voor kinderen was, gewoon twee dagen natuurlijk volledig meer bezet ben, maar in principe gewoon eventjes 3,5 dag per week aan D&D besteden. Ja. Met los van vooronderzoek, de extra boeken. Ja, wat je daarna buiten ook mee bezig bent, over nadenken in de auto of met de honden wandelen, dus dat soort dingen. Ja, want ik vernam ook uit het interview van Charlie dat jij de eerste maand dat je aan het spelen was, toen zij er nog niet bij was, dat je heel leuk s'avonds kon vertellen, dit heb ik gedaan vandaag, weet je, lieve dagboek alleen dan naar Charlie. Ja. Ja, in geuren en kleuren en dat zij echt geen flauw idee had waar het over ging. maar het is wel haar interesse, zeg maar, langzaamaan. Is wel daarmee begonnen inderdaad. Dus een beetje jouw, dit gaat een obsessie worden. Hoe ga ik zo het thuisfront happy blijft? Ik neem daarmee in de obsessie. Was dat dat heb ik eigenlijk met heel veel dingen al geprobeerd. Okay. Pokémon heb ik dat bij geprobeerd en meerdere dingen eigenlijk wel. Dit is een van de dit is misschien wel het eerste ding waar het bij gelukt is. En dat na? 10 jaar. 10 jaar inderdaad. Ja. Je bent al volhardend, zo daarvan. Ja, precies. Ja, ik probeer het gewoon iedere keer opnieuw. En dit keer is het gelukt. Ah, te gek. En ja goed, jullie zitten ook heel erg in dat roleplay element. Dat is heel leuk te merken. Ook een klein stemmingverschilletje erbij. Elke keer als Cookie praat tegen Sankt de Bas. Probeer ik, maar ik vind dat Charlie er nog wat beter in is dan ik. Maar ik probeer het wel. Ja goed, we zijn ook geen voice actors. Dus nee, dat is waar. Zeg, in die zin, ik probeer het ook maar er zitten echt wel heel veel consistentiefouten in heel veel NPC's. Ja. Dat is ook lastig om te onthouden wat je doet allemaal. Ja, ik ben daarvoor wel echt critical role. Je hebt die ook erbij gezet. Ja. Ja goed, als je nou één karakter moet onthouden, maar hoe Matthew doet met al die NPC's. Ja. Of gesprekken tussen NPC's. Nee, dat snap ik ook niet. De hel op aarde. Ik doe het zelf, maar mij zijn alle dwergen Belgisch en alle elven zijn Frans. Oké. Okay, ja. Alle lizardfolk hebben een Amerikaans accent en verder ben ik nog niet gekomen. Oké. Dus ja, op een gegeven moment was, ja, dan hou je dat vol, dat is het. Ja, want je bent ook nu begonnen met hetzelfde DM'en nu. Ja. Zeg, je hebt één keer naar de one-shot gegaan met de Wonders om een Battle Royale uit te laten knokken. Ja, klopt. Dat was hem ook, even spontaan bedacht. En in de coronatijd, met mijn andere vrienden die het ook wel eens een keer of twee gedaan hadden, zelf begonnen. Eerst met een avontuur van jou en daarna Lost Minds of Phandalfer. En die hebben we inmiddels uit en we zijn nu met Tyranny of Dragons. Net pas 6 uur 5, 6 bezig, dus ze zijn level 5. Nu, dat is te gek. Het is heel anders. Heel anders. Maar ook echt super tof. Ja, ken je ook al dat je dan denkt, oh fijn, ik heb een rode draad. Wat gaan we spelers nou doen? Ja, ik had afgelopen week de eerste sessie volgens mij in een stuk of 10 sessies. Dat ze een van de 3 of 4 paden die ik als opties had ook echt gedaan hebben. En normaal is het... Gaat het nog wel vaker daar vanaf, maar ik kan me voorstellen dat wij hetzelfde doen. Ik moet bekennen, de laatste keer dat een spelers mijn verwachtingspatroon gedaan hebben, ik kan me niets meer herinneren. Zo lang geleden. Ja. En ook dat we hoeveel vrijheid je geeft, wat je allemaal toelaat. En doe ook hoe je al je karakters bouwt. Jij bent echt wel fan van de karakter bouwen. Ja. Ja, ik vind dat eigenlijk misschien nog wel het tofste. Ik speelde vroeger ook wel eens de Sims, maar ik maakte de poppetjes. En ik bouwde het huis en dan was het klaar. Met alle cheatcodes uiteraard, want ja, je gaat niet werken voor die geld. Nee, dat en dan was het altijd klaar. Dus ik vind dat vaak heel tof om daarover na te denken. De verhalen achter de personages. Ik ben inmiddels wel wat ideeën al gepasseerd over het idee. Maar ja, niet echt veel. Sommige zijn nog heel basic. Sommige zijn wat meer uitgediept. Maar het zijn wel dingen waar ik gewoon graag ook onderweg of met de hond wandelen of over nadenken. Gewoon dat soort dingen. Even goed, interessant, want van jou hoor ik het minste, ik heb nog ideeën klaar liggen. Ik heb wel ideeën. Ik heb twee backup characters, waarvan je eentje kent, omdat ik die al eens gespeeld heb. Ja, zie ik een andere ben ik al een tijdje mee bezig en die is eigenlijk nu nog meer ontwikkeld qua verhaal dan Sigra zelf.
Ja, weet ik niet. Maar dat is een artificer. Ja, dus dat maakt het qua setting nu wel wat lastiger om in te zetten. Maar dat is wel, denk ik, de class, achteraf gezien, die het beste bij mij past, denk ik, als persoon. Oké, okay, maar wat maakt het dan dat jij zegt, de artificer is the one to go? Omdat het veel kleine dingetjes tweaken, continu zijn. Of het nou spels voorbereiden zijn, wat ik ook heel tof vind aan de cleric. Maar het is toch meer dat spels, maar ook meer met wapens. Een soort halfcaster, zeg maar, wat ik dan tof vind. Okay. En wat ik bij Cookie heel lastig vind, is hoge wisdom. Een vrij lage, of ja, gemiddelde intelligence. Terwijl ik denk ik qua persoon eerder juist andersom. Ik denk dat ik beter ben met een hoog intelligence, lage wisdom character om te spelen. Dus ik vind dat bij Cookie nogal lastig soms, omdat zo... Dus als Cookie toch de wizard hadden gehouden, was dat misschien wel een... Ja, wizard was ook een goede geweest, voor mij. Ja. Nou, eerst was je wizard eigenlijk, maar toen bleek dat jullie wel een healer heel fijn vonden. Ja. Ja, en toen ben je opgeofferd, zo gezegd? Ja, om toch een soort van arcana cleric, een soort van hybrid, maar toch een cleric te maken. Ik, dat is het ook wel. Ik ben wel als ik heb wel het idee dat ik als support character het liefste speel. Niet zozeer de damage dealer of de squishy wizard in the back, zeg maar. Ik heb dan liever een beetje die in het midden staat en die een andere helpt om hun taak beter te doen. Dus de support. Ik vind het heel erg leuk, want van alle wanders ben je de enige die wat ook in deze terminologie praat. Dus inderdaad, de frontline fighters, ofwel de supports. Bijvoorbeeld Dave praat daarover, maar dat is vooral echt vanuit een game-achtergrond. En vooral GTA en Sea of Thieves en whatever zullen we zo pakken. Maar je is natuurlijk echt ook bent echt in die materie gedoken van hoe D&D er naartoe kijkt. De verschillende encounters en hoe ze dat al oppakken. Ja, dat is door het characterbuilden gekomen, dagelijks filmpjes bekijken, boeken lezen, DM'en. Ja, inmiddels, ik ken de game termen ook wel, de tank en dat soort dingen, maar ja, ik weet wel, de terminologie heb ik wel redelijk nou, door alle research wel, alle research. Wel vaker gevonden. Jij hebt nu ook, dus alle boeken toch? In ieder geval, oh nee, belangrijk niet. Zanathar, Players Handbook. Player's Handbook, Zanathar, Sword Coast, Adventures Guide heb ik laatst. En ik heb er wel nog een paar op het kerstverlanglijstje staan. Dus kun je wachten van de komers wel. Is het avontuuraanleidingen? Ik heb die, Tyranny of Dragons heb ik nu officieel op het... ik heb hem nu gewoon even een geprinte versie. Maar ik wil hem wel gewoon fysiek graag hebben. Snap ik, dat is natuurlijk makkelijker. Ja, precies. En het zijn ook van die dingen, ze zijn toch vrij prijzig altijd. Waar ik niet dan altijd even geld wil uitgeven. Dus dat maakt dan ook ideaal voor een kerstcadeau natuurlijk. Ja, dus ik had die erop gezet en Tasha en de Monster Manual ofzo. Maar er zijn nog meerdere kersten die kunnen volgen hoor. Afhankelijk hoeveel boeken er in een jaar uitkomen bij D&D is dat er weer. Is hij nou gereset? Oké. Kind die Badala Pokémon. Ja, volgens mij. Oh, ik heb hem helemaal afgelopen, Rick. Ik doe hem even opnieuw. Ja, fair. Anders loopt hij gewoon door. Dan krijgen we een of andere... Spans episode 3. Ja, dat is niet goed. Zet hij met B-roll? Geen idee. Ik heb nou even de eerste opgezet. Beetje vooruit spoelen. Oh nee. Helemaal niet uit. Ik doe maar van het begin. Zo. Jo. Hoppakee. Het vind ik op zich wel heel... bijvoorbeeld, ik heb zelf heb ik alleen maar... boeken die wat me interessant zijn voor het spelen en DM'en. Ja. En op Tyranny of Dragons na heb ik eigenlijk geen avonturenmodules. Althans, ik heb Ghost of Southmarch, maar het is puur alleen vanwege de schepen. Ja. Ja, ik heb dat ook wel. Dus ik heb een beetje gekeken, ook zeker naar wat we gingen doen naar Lost Mines of Van Delver. Er zijn ook echt dingen bij die trekken mij helemaal niet. Het hele Curse of Strahd vampieren gebeuren, nee. Icewind Dale, dat is die nieuwe, ja. Maar ook met horror. Okay. Niet zo mijn ding. Of die dingen lijken me heel vet, die Descent into Avernus. Als speler lijkt me die heel vet, niet om het helemaal te DM'en, denk ik. Oké, waar zit die... Terughouden het dan in. Ja, toch dan meer... feitjes en lore interessant vinden, ligt het niet. Nee, ik denk niet dat toch meer het horror-demon-achtige achtergrond van het hele gebeuren is, denk ik. Dus ik ben niet zo'n van de horrorfilms, normaal gesproken ook niet. Dus ik denk dat het is. En wil Cookie dan vol met Demkes nu? Stiekem ook hetgeen wat Cookie zelf opgeroepen heeft. Aan de ene kant lastig.
Maar aan de andere kant is Cookie natuurlijk ook wel de cleric met Turn Undead die zoiets heeft van oké, ik heb meerdere manieren om bepaalde wezens, zeker als Arcana cleric kan ik ook bepaalde andere wezens dan Undead om turnen, zeg maar. Dus hij staat er iets, denk ik, iets beter in dan Bas zelf. Oké, ja, dat scheelt een heleboel. Het is wel iets wat continu nou in zijn hoofd blijft spelen. Zo van, ja jongens, we zijn hier lekker op die eilanden. Maar die gast zit daar en die is zich aan het sterken. En iedere dag dat wij langer hier zijn, wordt hij sterker. Het is wel iets waar, waar hij en Bas mee zitten nog in zijn hoofd. Nou, dat is helemaal mooi. Toen jullie dus met het bakje bezig waren. En met coole hoed en de coole Pikachu versie. Mm-hmm. Was ik aan het turven hoe snel die Emmer volging. Ja, ja. Ik heb geen pokerface, maar ik ben heel blij dat je het niet opgemerkt hebt. Ik had echt geen flauw idee, ja. Ik was echt zo naïef. Ik denk, oh ja, ander kleurtje, vet. Maar dat was ook toen zat ik ook niet in de wereld. En had ik me ook niet helemaal goed, niet zo goed in die spel ingelezen. Dat helemaal zo raar zou zijn als ze andere kleurtjes zou hebben ineens. Helemaal geen idee wat het was, maar goed. En toen kwam later alle fetjes, ook alles van de klas, maar altijd leuke hoed. Op paarse handen, dat is wel een beetje gek. Ja. Ja, ik komt ook een hele recap. Ik ben samen met Davey voorbereiden tot echt recap van die tavern. De eerste keer toen we de hack-versie van The Last Minds of Elven gedaan hebben. Ja, ja. Wat misschien wel een interessante. Ondanks dat jullie wel een officieel wereld mee rondlopen, volg je in principe geen verhaal dat in de boeken staat. Mm-hmm. Er zijn er bijvoorbeeld veel dingen wat je herkent van begin Wonders en nu je zelf The Last Minds gedm'd hebt? Of los van playerkeuzes? Ja. Ik, op een gegeven moment wel. Toen ik het zelf ging doorlezen, kwam ik bepaalde maps tegen die je ook had gebruikt. Maar wel heel anders. En dingen die dan... waar ik me nog kon herinneren dat in die bepaalde kamer zaten. Maar in het boek weer helemaal anders iets zaten. En die toevoegingen van die hele curse en die hags van jou, ja. Die stonden er allemaal helemaal niet in. Nee, precies. Dat was. Dat wist ik ook helemaal niet. Kwam door het, ik weet niet of Kevin, Jesse en Dave zich gedeeld hebben, maar dat kwam door het doosje. Ja, nee, precies. Ja, dat weet ik. Die verkeer gedaan hebben. Toen moest ik opeens meer een verhaal veranderen. Ja. Nee, dus ik herken wel een paar dingen. En de Venom Fang dan inderdaad wel. En ja, dat was het eigenlijk. Verder eigenlijk. Nu heb je een paar NPC's. Maar dat scheelt. Ben je wel bang voor Venom Fang als het terugkomt? Zelf. Of de main party. Mag allebei. En bij mijn party, ze hebben hem gekillt. Oh, echt? Ja. Nice. Ja, met een rogue 80 feet op zijn rug. In de lucht. Ja, vragen we niet toe. Het is ze gelukt. Toen hij wegvloog hebben ze gewoon nog... Weet te shanken. Ja, Wand of Magic Missile. Alle charges erop en eraan. En hij is, hij is gecrashed. Ja. Bij ons, ja, ik vroeger wel. Nu, ik denk ik, hij zal vast nog wel een keer terugkomen. Lijkt me ook wel tof. Als dat gewoon nog een keer gebeurt. Heb je gewoon weer een nieuwe toffe... nieuwe toffe verhaallijn. Een toffe enemy. Ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Ik weet het. Geen was even stil viel, ik was even op het zoeken. Dus jullie zijn begonnen met oesh, ja. Oesh. Ja, dat is inmiddels voorbij. Dus dit is dan wel het ideale moment om dat weer... om hem als iets oudere dragon terug te pakken. Ja. Ancient Green Worm. Ja, precies. En dan ik kijk over angst er nu. Ja, dan gaat het hard, ja. Ah, ja. Tof. Hey, met een oog op de tijd. Is geen moet dit filmpje kort. Dus weet je wat, de rest gaan we lekker in de podcast gooien. Is goed. Het scheelt ook dat we nu gewoon veel makkelijker kunnen gaan zitten. En dat ik ook meer naar mijn tv mag kijken om de Pokémon terugkomt. Maar we gaan het even lekker hebben over Pokémon, waaronder ook de D&D-versie. Je wilde ook met D&D iets in de klas gaan doen, bij de school waar je werkt. Ja. We gaan het zo nu hebben over builds, waar je ze vandaan haalt. En ook, bij een gebrek aan beter te hebben, onze huidige... jij nog goed hebt, hyperfocus op wat het allemaal biedt. Ja. Dus... heel ongemakkelijk zwaaien. Doei. En hier knip ik al wat. En zit helemaal goed. En nou, die gaat gewoon door in de podcast. Dus dat is helemaal ideaal. Zo. Dat interview zit erop. Dit was een van de Wonders. Zou je ze vaker willen zien of ze echt een actie willen zien? Vergeet niet, elke dinsdagavond zijn we live op de YouTube en Twitch. En gaan verder met allemaal gekke verhalen, dwaze input en krankzinnige ideeën. Zoals het hoort bij een potje D&D. Tot ziens!